Kan de opmars van exotische muggen een nationale ramp worden? Dit is de Universiteit van Nederland. Hallo, u bent allemaal wel eens in de Efteling geweest. De volgende keer als je naar de Efteling gaat, dan ga je denken aan dit verhaal wat ik jullie nu ga vertellen. Als je nou naar de Efteling gaat, dan heb je daar een attractie en die heet de Vliegende Hollander. Wie heeft er alles in gezeten? Ja, bijna iedereen, zie je wel. Vliegende Hollander. Maar de Vliegende Hollander heeft namelijk ook een ander verhaal aan te hangen. En dat is het verhaal van de gele koorts. Deze schepen, zoals dit VOC-schip, dit waren schepen waarmee wij, Nederlanders, naar West-Afrika gingen om slaven te halen en die af te leveren in het Caribisch gebied. Als wij dan in die havens waren, daar in West-Afrika, dan vulden wij de watervaten die aan boord waren, die vulden we met drinkwater. En in dat drinkwater, daar legde de mug, de gele koortsmug, Aedes aegypti, haar eitjes. En die schepen die begonnen dan de Atlantische Oceaan over te varen. En dat duurde een aantal weken. En uiteraard, die eitjes die komen uit. En uit die eitjes komen larven. En uiteindelijk verandert die larve in een pop. En dan in één keer vliegt er een volwassen mug midden op de oceaan uit zo'n drinkwatervat. En beneden, op het dek, daar liggen allemaal die Afrikanen. Die allemaal als slaven worden vervoerd. En die Afrikanen die dragen het gele koortsvirus bij zich. Geïnfecteerd. Gaan er niet aan dood. Dus die muggen die vliegen beneden deks. Die bijten die Afrikanen, pakken het gele koortsvirus op. Het duurt een dag of 4 tot 8 om dat virus te ontwikkelen in de mug. En daarna is de Nederlandse matroos aan de beurt. En het gebeurde dus dat hele ladingen matrozen en mensen die op die schepen werkten, Nederlanders, ten onder gingen nog voordat het Caribisch gebied überhaupt bereikt werd. En er is een theorie van de Amerikaanse hoogleraar Andrew Spielman van Harvard, die op een gegeven moment heeft gefilosofeerd dat misschien de Vliegende Hollander een schip was waar de hele bemanning, de hele Nederlandse bemanning, ten onder ging en dat schip gewoon maandenlang rondgedobberd heeft op de oceaan. Met allemaal dode mensen aan boord natuurlijk. Het verhaal van de Vliegende Hollander. En uiteindelijk is het zo dat er ook schepen waren die wel de overkant bereikten. En die mug die kwam aan de overkant in het Caribisch gebied, ging van boord en ging daar gewoon zich voortplanten. En deze mug, die gele koortsmug, vinden we nu in Noord-Amerika, Centraal-Amerika, Caribisch gebied en grote delen van Zuid-Amerika. En zorgt daar voor een hele hoop ellende. Brazilië alleen al is op jaarbasis 1 miljard dollar kwijt aan de bestrijding van dit beest. Omdat ze niet alleen gele koorts overdraagt, maar ook knokkelkoorts. Dengue, een ander heel vervelend virus wat mensen infecteert. In die vroege tijd, toen we nog niet wisten hoe dat zat, gingen die schepen dan naar het Caribisch gebied. En in de zomer gingen ze vanuit de Cariben dan langs de oostkust van Amerika naar steden als Philadelphia. En die muggen gingen daar van boord en die begonnen dus inwoners van Philadelphia te bijten. En die kregen ook gele koortsvirus. Het probleem van gele koorts is, je krijgt interne bloedingen in je maag. En daardoor, als je bloed in je maag, krijg je zwarte braaksel. Je kunt je voorstellen wat voor horrortaferelen dat zijn geweest. In 1790 stierven er 6000 mensen in Philadelphia in de zomer aan gele koorts. In Philadelphia was men zo in paniek dat men zelfs gewoon kanonschoten afvuurde in de straten. Men brandde grote vuren, want men wist niet waar komt dit vandaan. En alleen als de winter begon en die tropische mug gewoon ten onder ging, verdween de ziekte. Om het jaar daarna in de zomer gewoon weer met dezelfde schepen terug te komen. Dat was de eerste echte introductie van een exotische mug aan de andere kant van de oceaan. De tweede keer dat dat gebeurde was in 1930. Toen was er een Frans marineschip en dat was in Dakar, in Senegal, in West-Afrika, lag dat voor anker. En dat schip ging in een tijdsbestek van 5 dagen van Dakar naar Natal in Brazilië. En aan boord zaten soldaten, maar niet alleen soldaten, ook Afrikaanse malariamuggen. En die voeden zich dus op die soldaten. Die overleden die overtocht over de oceaan, komen aan in Natal, ruiken land, gaan van boord en leggen hun eieren in een poeltje Braziliaans water. En wat wil nou het toeval? Nog geen 3 weken later loopt er een Amerikaanse entomoloog, iemand zoals ik, die loopt daar op een zondagochtend en die ziet daar een poeltje en die denkt, vrek, wat is dit? En die ziet daar dus die Afrikaanse malariamug. En eigenlijk hadden ze hem toen gewoon even
moeten uitroeien, was het probleem weg. Maar de Brazilianen waren bezig met gele koorts. En die hadden zoiets van, nou ja, laat dat maar even zitten. Dat hebben ze berouwd. Ze hebben het laten gaan. En in 1938 had die mug zich verspreid over een gebied van 54.000 vierkante kilometer in Brazilië. En toen ging de vlam in de pan. Er brak een gigantische malaria-epidemie uit. 200.000 mensen raakten geïnfecteerd. Mensen lagen te kreperen langs de weg. En 15.000 daarvan overleefden hun aanval niet. En toen kwam er een man, een Amerikaanse epidemioloog met de naam Fred Soper. Hier zie je hem. En Fred, die zei tegen de Braziliaanse overheid, als wij dit niet helemaal nu uitroeien, dan zul je zien dat de malaria in Zuid-Amerika even ernstig zal zijn als de malaria in Afrika. Want we hebben nu een Afrikaanse malaria-mug hier. Hij ging naar de Rockefeller Foundation in New York en kreeg daar, wonder boven wonder, een blanco cheque. Ga aan de slag en zorg dat je dit uitroeit. En wat deed Soper? Soper ging terug naar Brazilië. Hij trainde 4000 man. Die met militaire precisie op zoek gingen naar water. Water waar dus die Afrikaanse malaria-mug in kon broeden. En die moesten behandeld worden met weer dat arsenicumzout, dat Parijsgroen. En toen gebeurde het. Binnen 18 maanden had Soper met zijn mannen dat beest uitgeroeid over een gebied van 54.000 vierkante kilometer. En dan zeg ik nu meteen, hey, als ik naar Afrika kijk vandaag de dag, zijn er 14 landen die zijn kleiner dan die 54.000 vierkante kilometer waar dagelijks kinderen sterven aan de gevolgen van malaria. Rwanda, Burundi, Togo, enfin, noem maar op. Allemaal die kleine landen. Waarom zouden we niet dezelfde tactiek toepassen als wat Soper al 70, 80 jaar geleden heeft toegepast? En dan kan ik er nog aan toevoegen. Tegenwoordig hebben we nog eens een keer een mobiele telefoon. Ik heb computers, ik heb satellietbeelden, ik heb landcruisers waarmee je kan rondrijden. We hebben zoveel tegenwoordig wat Soper en zijn mannen in de jaren 30 helemaal niet hadden. Tot ik ervan overtuigd ben dat wij malaria nog veel beter zouden kunnen aanpakken dan dat dat toen kon in Brazilië. Het probleem, ik heb het probleem geschetst van deze gele koortsmug. Ik heb het probleem geschetst van die mug die vanuit Afrika terechtkomt in Brazilië. En weet je wat, vandaag de dag gaat het verhaal nog vele malen sneller. Als ik alleen al kijk naar wat er nu vandaag de dag aan vluchten over de wereld zijn. Dit zijn vliegtuigen, deze puntjes. Dat zijn vliegtuigen op één dag van Europa. Dit zijn 5000 vliegtuigen die dagelijks in Europa in het luchtruim zitten. Als we nu denken dat in ieder zo'n vliegtuig 200 mensen zitten, dan praten we over 1 miljoen mensen alleen al in Europa wat dagelijks in de lucht zit. Dat zijn 1 miljoen mensen die een hele ernstige ziekte onder de leden kunnen hebben. Die stappen in dat vliegtuig en die gaan van A naar B. Komen aan en B worden daar gebeten door een mug die daar lokaal rondvliegt en de vlam gaat in de pan. Is dat een scenario wat echt kan plaatsvinden? Ja, want dat hebben we namelijk in de recente geschiedenis regelmatig gezien. In augustus 1999 vertrekt er een vliegtuig vanuit Tel Aviv in Israël. En dat vliegtuig dat vliegt naar New York, John F. Kennedy Airport. En aan boord van dat vliegtuig zitten een paar muggen, Culex-muggen. En die muggen zijn geïnfecteerd met dat Afrikaanse West Nile-virus. Dat komt aan, dat vliegtuig in New York, die muggen die gaan van boord, vliegen uit het ruim, komen daar op een gegeven moment aan en die komen terecht bij een bejaardentehuis. En plotseling worden er in dat bejaardentehuis 6 oudere mensen zeer ernstig ziek door een virale infectie. De Amerikanen dachten serieus dat het een terroristische aanval met een virus was. Het was het West Nile-virus. En dan komt het probleem. West Nile is niet zoals malaria. Malaria zit of in de mens of in de mug. Het West Nile-virus zit en in de mens en in de mug, maar ook in vogels. Je hebt een reservoir van je ziekte in de natuur. En dat betekent, als ik vogels heb rondvliegen met mijn ziekte erin, ja, the cat is out of the bag. Dit kan ik niet onder controle houden. En dat gebeurde ook in New York. Ondanks het feit dat er helikopters door de straten van New York vlogen, en insecticiden waren aan het verspuiten om te proberen om dit probleem onder controle te krijgen, was 4 jaar later het virus aangekomen in Los Angeles. En is iedere staat in Amerika nu geïnfecteerd met West Nile-virus. Er worden op jaarbasis een kleine 6000 Amerikanen ziek door dit virus, waar we geen medicijn voor hebben en geen vaccinatie tegen mogelijk is. Er komen enkele honderden mensen aan deze infectie te overlijden. Een Afrikaans virus in Amerika.
In mei 2004 voor de kust van Kenia ligt een klein eiland en dat heet Lamu. En daar zit een virus, het zogenaamde Chikungunya-virus. Een hele mooie naam. Chikungunya betekent in de Makonde, in lokale talen Tanzania, shriveled up, in elkaar gekrompen. Mensen die die ziekte oplopen, Chikungunya, zijn letterlijk gewoon in elkaar gekrompen. Het virus ontsnapt van Lamu, komt terecht in de Comoren, dan op Madagaskar en komt dan aan op La Réunion. En dan gebeurt er iets. Dan gebeurt er iets waar iedere viroloog bang voor is. Het virus muteert, het verandert. En in één keer blijkt het virus veel beter in staat om zich te ontwikkelen in mens en in mug. En de vlam gaat in de pan. Op het eiland La Réunion, waar 766.000 mensen wonen, raakt 250.000 mensen geïnfecteerd. 250.000, 1/3 van de bevolking raakt geïnfecteerd met dat chikungunya-virus. Wat zomaar even is aankomen waaien. De Franse overheid stuurt 700 soldaten die in witte pakken, zoals ik net aan had, gewoon door de straten lopen met insecticide te spuiten. Om te proberen om dit onder controle te krijgen. Dat is onze nieuwe wereld. En dan vanuit La Réunion gaat er één iemand met het vliegtuig naar India. Komt aan in India, geeft het virus door aan Indiase muggen en in een tijdsbestek van 2 jaar raken er 1,3 miljoen Indiërs geïnfecteerd met het chikungunya-virus. Vandaag gaat het verhaal verder. Het virus gaat met een persoon die vanuit Kerala in India vertrekt op familiebezoek in Italië. Komt aan in Ravenna in Noordoost-Italië. En daar komen we een nieuwe mug tegen en dat is onze Aziatische tijgermug. Deze mug. Die al in 1990 was aangekomen in Genua in Italië en waar de Italianen niks tegen gedaan hadden. Dus dat beest was zich lekker aan het voortplanten. En in één keer zien we daar dus een Aziatische mug. Komt een Afrikaans virus tegen in Noordoost-Italië. In een tijdsbestek van 3 weken raken er 200 Italianen geïnfecteerd met dat Afrikaanse chikungunya-virus en komt er 1 persoon aan te overlijden. Je zou denken dat we daarvan gaan leren. Maar dat gebeurt niet. Het is frappant hoe weinig wij leren daarvan. Dus in 2012, op het eiland Madeira van Portugal, raken er 2100 mensen geïnfecteerd met het knokkelkoortsvirus door een Venezolaan die op vakantie komt in Madeira en heeft gewoon het virus onder de leden. Infecteert lokaal muggen en die muggen gaan iedereen gewoon infecteren en ziek maken. 2100 mensen. En dat is niet alles. Het is namelijk zo dat op een gegeven moment heeft men bekeken, er zijn 78 mensen die op Madeira waren, die met het virus onder de leden weer vertrokken zijn van het eiland naar 13 verschillende landen binnen de Europese Unie. Waar dus dat virus ook weer aankwam. Dat is onze nieuwe wereld, dat is onze globaliserende wereld. Waar vervoer van mens en transport op zo'n schaal gaat, dat wat vandaag rondvliegt in Oost-Congo, morgen in je voortuin zit. Dat is onze nieuwe wereld waar we ons tegen moeten wapenen. En je zou denken dat we dat goed doen. In 2005, in het Westland, in de Haarlemmermeer, daar komt een inspecteur van de plantenziektekundige dienst in Wageningen, die komt in een kas waar deze plant wordt opgekweekt. De geluksbamboeplant. En de geluksbamboeplant die importeren wij uit het zuiden van China. Het plantje komt binnen als een kleine stek in containers. Maar wat is nu het punt? In Zuid-China, daar leggen die muggen leggen eitjes in de basis van deze plantjes. Dus die gaan op de container, die komen aan in Rotterdam, die gaan naar de kassen toe, komen aan in de kassen en worden dan opgekweekt. Ja. En dan heb je dus in één keer in Nederland heb je dus een exotische mug rondvliegen, een Aziatische tijgermug. En werd meteen aan de bel getrokken. En we meteen kwamen erachter van ja, dit is de Aziatische tijgermug. We weten inmiddels dat het beest kan overleven in Nederland. Het RIVM heeft onderzoek gedaan. We weten zelfs dat hij de strenge winter zou kunnen overleven. En wat is er nou eigenlijk aan gedaan? Er zijn wel wat kamervragen gesteld, maar politici in Den Haag die lachen een beetje om muggen. Muggen. Jullie weten inmiddels beter wat muggen allemaal teweeg kunnen brengen in onze wereld. Maar de politiek is moeilijk te bewegen. En ik vrees dat op het moment dat er echt dodelijke slachtoffers in Nederland vallen, doen we er niet veel aan. Sterker nog, het verhaal ging verder. Hier, banden. We importeren in Nederland banden. Autobanden, tractorbanden, vliegtuigbanden. En die herbewerken we. Of we snijden ze kapot, we maken er tennisbanen van. En in die banden, als zo'n band op een gegeven moment in Korea, ligt die ergens buiten in een veld en er komt regenwater in te staan. Lokale muggen die leggen die eitjes in dat regenwater. De band die droogt uit, die band die wordt in een container gegooid.
Die container die komt aan in Rotterdam. Die gaat naar een bedrijf toe in Nederland wat zich bezighoudt met die bandenimport. En daar gooit iemand hem gewoon naar buiten. En dan ligt hij buiten en dan regent het in Nederland. Lopen die eitjes weer onder water, die lange tijd in droogte kunnen overleven. En dan in één keer hebben we gewoon een exotische mug rondvliegen in Nederland. Vorig jaar waren er van de 35 bandenbedrijven in Nederland, waren er 9 besmet met Aziatische tijgermuggen. We hebben ze gelukkig nog allemaal kunnen uitroeien. Allemaal die lokale uitbraakjes, met flinke spuiten, met insecticide, zijn we er nog steeds van afgekomen. Maar het gaat een keer mis. Dames en heren, het is niet de vraag wanneer het, of het gebeurt, het is gewoon de vraag wanneer gaat het gebeuren. Dat betekent dat straks in de winkels, als dat eenmaal gebeurt, en dat hebben we in Amerika ook gezien, dat de producten die mensen kunnen inzetten tegen muggen, die gaan dramatisch goed over de toonbank. Straks is het horrorgraas uitverkocht. Straks zijn de dateflesjes uitverkocht. Als het eenmaal misgaat, zul je het zien gebeuren. Dus als ik u 1 advies mag geven, als je nog iets te investeren hebt, investeer dan in antimuggenmiddelen. Dankjewel.